Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe productvideo van Aerobertics. Vandaag hebben we het over deze DJI Mavic Mini. Hij is ondertussen al een tijdje uit en ik heb hem gedurende 2 maanden ongeveer kunnen testen. En ik moet zeggen, het is een zeer interessante drone voor een zeer interessante prijs. Dus tijd om eens een kijkje te nemen wat het allemaal te bieden heeft. Ziezo, hier hebben we alles wat in de doos zit van deze Mavic Mini mooi verspreid over de tafel. Ik moet wel zeggen dat we het hier hebben over de Fly More combo. Dat wil eigenlijk zeggen dat er verschillende extra's bij zitten die niet inclusief zijn bij de standaardversie. Maar wat die exacte verschillen zijn en ook het prijsverschil uiteraard, komen we nog op terug later in deze video. Maar laten we eerst eens een kijkje nemen naar de drone zelf. Zo, ik ben even kort erbij komen staan, zodat jullie ook goed kunnen zien wat deze drone allemaal te bieden heeft. Het eerste wat je zult merken wanneer je het vastpakt is, wow, dit ding is extreem licht. Het heeft een gewicht van maar 249 gram en DJI heeft dat geprint op de body van de drone zelf. Waarom hebben ze dat gedaan? Met zijn gewicht van 249 gram komt deze drone in aanmerking om gevlogen te worden zonder dat je registratie en dingen zoals dat moet doen. Dat maakt het dus heel makkelijk om gewoon naar het veld te gaan en te vliegen zonder dat je extra moeite moet doen voor te registreren en dingen zoals dat. Dus heel belangrijk voor te weten wanneer je met drones bezig bent dat er wel degelijk een wetgeving geldt. Maar bij deze is dat allemaal vrij simpel. Goed. Ik heb het al gezegd, het is zeer licht, maar ondanks dat lichte gewicht is de bouwkwaliteit wel zeer, zeer goed. Zoals je van DJI kan verwachten, is er eigenlijk over alles zeer goed nagedacht. Bijvoorbeeld hier het klepje voor de batterij met de micro-USB poort en de micro-SD kaartpoort. Allemaal netjes ingebouwd, ook het klepje van de batterij, het voelt kwalitatief zeer goed in orde. Als je ziet hoe alle kabels verwerkt zijn, hoe het motortje erop geassembleerd is, echt zeer, zeer goed. En ook de manier waarop de drone bijeen kan gevouwen worden, wel, dat gaat zo. En dan wordt die zeer, zeer klein voor transport. En dat maakt deze drone toch wel zeer, zeer speciaal. Ik bedoel, ik heb geen heel grote handen en ik pas er gewoon zo op. Dus zeker een pluspunt voor deze drone. En ook dit systeem om zowel de motors bijeen te vouwen als ze eigenlijk op zijn plaats te houden tijdens de vlucht, voelt zeer stevig aan. Het heeft zo een soort van weerstand waar je echt van denkt, oké, dit is kwalitatief goed in orde en het voelt zeker, zeker niet goedkoop aan, ondanks zijn lichte gewicht. Ik ga hem even terug ontvouwen. Zo makkelijk is dat. En dan laat gaan we het eens even hebben over de camera en de gimbal uiteraard. Die zijn beschermd door een plastic kapje wat er uiteraard bij zit. Zeer goed voor transport, zodat de camera en de gimbal niet beschadigd worden. Haal je er heel makkelijk af, leg ik even aan de kant en dan hebben we het even over de camera. Zoals je ziet, zeer klein en ook de gimbal allemaal zeer, zeer compact. Je kan uiteraard niet verwachten van een camera van deze grootte dat die dezelfde resultaten heeft als een veel grotere lens of veel grotere apparatuur. Maar op het einde van deze video zul je enkele beelden zien die ik ermee gemaakt heb. En dat is toch wel zeer indrukwekkend voor deze grootte en deze prijsklasse. Ik denk persoonlijk dat je niet veel beters zult vinden op de markt. Voor de mensen die er geïnteresseerd zijn in de kwaliteit, de camera videokwaliteit gaat tot 2.7K. Maar ik kan hem ook instellen op Full HD, dus 1080p en 60 frames per seconde. En die 2.7K gaat aan 25 frames per seconde. Ook foto's zien er zeer scherp uit van deze Mavic Mini en die zijn geschoten in 12 megapixel. Voor de rest van de gimbal kan ik alleen maar zeggen dat het indrukwekkend is hoe stabiel deze de beelden maakt. Je kan zeer goed manoeuvreren met deze drone, snel vliegen, maar het beeld zal altijd stabiel blijven. En ik denk zeker dat als je het zult zien, dat je er ook van onder de indruk zult zijn. Goed, tot zover de drone zelf. Dan even over de zender of de afstandsbediening, zoals sommigen het misschien noemen. Wel,
Ook hier kan ik zeer kort over zijn. De bouwkwaliteit is zeer goed. Het voelt allemaal zeer stevig aan. De antennes kan je mooi oplooien in dit systeem en voelen ook niet goedkoop of wat dan ook aan. Bij heel deze drone is aan alles gedacht en heb je ook een zeer kwalitatief gevoel. Dus die doe je zo open, de antennes, dat zei ik al. En dan heb je dit systeem voor je smartphone tussen te doen. Uiteraard denk je misschien, past mijn smartphone daartussen? Wel, dit gaat zeer breed open. Ik heb zelf ook een vrij grote smartphone en die past er zonder problemen tussen. En ik heb nog veel ruimte over. Je ziet ook, dit gaat echt wel heel ver. Dus zeker geen schrik voor hebben dat je smartphone er niet tussen past. Een heel leuk ding van DJI is het feit dat de sticks die je op de gimbals van de zender zet hierin verwerkt zijn. Heel simpel, je schroeft ze er gewoon op en voilà. Je kan vliegen zonder problemen. Ben je klaar met vliegen? Je schroeft ze er gewoon af en je steekt ze hier terug. Zeer makkelijk. Als je dat zo doet, kan je volgens mij de sticks ook nooit verliezen. En het maakt het allemaal veel makkelijker voor transport. In deze case bijvoorbeeld, waar we het later nog over hebben. Voor de rest, ik vouw hem even terug bij elkaar. Voor de rest heeft de zender een return to home button. Een power button uiteraard. Hier een record button. Een foto button. En we hebben hier een wieltje voor de gimbal af te stellen, het aantal graden dat hij naar voren of naar beneden wijst. Werkt allemaal zeer soepel, reageert allemaal goed. Dus ik denk dat we zeer, zeer tevreden mogen zijn met de kwaliteit die DJI aflevert omtrent de zender. Ziezo, we hebben het al gehad over de drone zelf en de zender. Dus tijd om te kijken wat we hier nog op tafel hebben liggen. Eerst en vooral, ik heb het al aangegeven in het begin van de video, we hebben het hier over de Fly More Combo. Die heeft dus ten opzichte van de standaard versie verschillende extra's in de doos zitten, voor een meerprijs uiteraard, die niet inclusief zijn bij de standaard versie. En dat is voor een meerprijs van 100 euro. De standaard versie kost je 399 euro, de Fly More Combo kost je 499 euro, maar voor die 100 euro extra krijg je wel een aantal interessante dingen. En naar mijn mening het belangrijkste is het feit dat je twee extra batterijen krijgt. Dus drie in het totaal ten opzichte van maar eentje bij de standaardversie. Gezien het feit dat elke batterij garant staat voor tussen de 25 en 30 minuten vliegtijd, heb je dus wel heel wat vliegtijd in één pakket. En dat maakt het zeker interessant. Ook wat betreft het laden van deze drie batterijen geeft de Fly More Combo je een interessante optie. Deze charging hub zit er namelijk bij en die maakt het mogelijk om al deze batterijen, dus de drie stuks, achtereenvolgens te laden met door middel van één micro USB kabel en de USB power adapter die beide zijn meegeleverd in de Fly More Combo. Dit is dus heel simpel, je doet de batterij in de charging hub, alle drie tegelijk. De LED-indicator geeft aan hoeveel er nog op zit en welke aan het laden is. Ze worden achtereenvolgens geladen en in no time heb je weer drie volle batterijen. Zeer interessant. Is ook een optie die niet bij zit in de standaard versie. Goed, dan nog een interessant iets voor als je geïnteresseerd bent voor deze Mavic Mini indoor te vliegen. Deze prop cages, ze beschermen eigenlijk simpelweg de omgeving en eventuele personen in de omgeving van de drone zelf. Ze gaan op een zeer slimme manier rond de propellers. En zo kan je eigenlijk niks beschadigen wanneer je indoor vliegt. Uiteraard moet je er rekening mee houden dat indoor de GPS van de drone niet werkt. Maar daarvoor heeft hij hier een sensor van onder zitten. Die ervoor zorgt dat ook in een indoor omgeving de drone zeer goed hoogte kan houden. En kan inschatten waar hij kan landen en waar niet. Want een leuke extra, door die sensor zegt de drone ook altijd of de ondergrond geschikt is om te landen of niet. Dus wanneer je bijvoorbeeld buiten op een ongelijke ondergrond wilt landen, zal de drone zelf aangeven van, hey, dit kan niet. Zorg dat je een vlak stuk hebt om te landen. Goed, dan terug naar de Fly More Combo extra's. Ook interessant is het feit dat je twee extra zakjes met props krijgt. En uiteraard ook schroefjes voor ze vast te maken. Ten opzichte van maar één zakje bij de standaardversie. Altijd handig, moest er eens iets gebeuren en je prop gaat kapot, heb je dus wel degelijk genoeg spares om die te vervangen. Dan hebben we nog het schroevendraaiertje en een extra paar sticks.
Die zijn inclusief bij beide versies. En uiteraard, één micro-USB-kabel is ook inclusief bij de standaardversie, bij de Fly More Combo. Dus twee in verband met de charging hub. Dan hebben we hier nog de drie essentiële kabels om je smartphone te verbinden met de zender zelf. Er is een optie voor een Apple Lightning poort, een micro-USB-poort en een USB-C-poort. Dus ik denk dat iedere smartphone zeker wel in de mogelijkheid is om verbonden te worden met de zender. Dat, ik denk niet dat dat een probleem is. Dus om nog eens kort te overlopen voor alle duidelijkheid. De standaardversie vandaag de dag kost die €399. Die bevat uiteraard de zender en de drone. Eén zakje propellers, de schroevendraaier, een paar sticks, de drie kabels om je smartphone met de zender te verbinden uiteraard, één micro-USB kabel, de Fly More Combo daarentegen heeft uiteraard de zender drone, drie zakjes propellers, ook de schroevendraaier, het paar sticks, twee micro-USB kabeltjes, uiteraard de zender smartphone kabeltjes, de charging hub, drie batterijen, deze USB power adapter, deze twee indoor propcages en deze case. En ik wil hier toch ook nog even kort op ingaan, deze case. Het is een zeer leuke extra in de Fly More combo, die het eigenlijk makkelijk maakt om gewoon alles wat je hier ziet, behalve de propcages, maar voor de rest alles, gaat hier in deze case. Dat maakt het dus zeer makkelijk om altijd alles netjes hierin op te ruimen. Je zet het weg en als je wilt gaan vliegen, pak je gewoon de case op en ben je weg. Zeer, zeer simpel. En ook, ik moet zeggen, heeft weer diezelfde kwalitatieve afwerking en is zeer goed nagedacht. Hier de drone, hier de charging hub met de drie batterijen in, hier de zender en daaronder heb je plaats genoeg om alle kabeltjes en extra props en dergelijke weg te krijgen. Dus daar is zeer goed over nagedacht en dit heb ik ervaren als een zeer, zeer leuke extra die ook weer voor die €100 meer prijs inbegrepen zit in de Fly More combo. Dus dat is toch wel zeker iets wat je moet overwegen als je eventueel denkt om deze drone te kopen. Ziezo beste geïnteresseerden, dit was alles wat ik wou laten zien omtrent deze DJI Mavic Mini. Ik moet zeggen, ik ben er zeer, zeer tevreden over. En gezien de prijskwaliteit van zowel de standaardversie als de Fly More combo, is deze drone toch wel zeer interessant. Ik heb zelden iets gezien voor deze prijs dat zo betrouwbaar is, dat zo mooie beelden schiet, dat een bouwkwaliteit heeft om u tegen te zeggen. In de Fly More combo zitten zeer interessante extra's. Ook de vliegtijd is zeer indrukwekkend. Zo klein, maar toch tot een half uur vliegtijd. En ook de case die is meegeleverd in de Fly More combo en de manier hoe je alles kan opbergen tot een zeer klein pakket maakt het toch wel zeer interessant en ongezien in deze prijsklasse. Tot slot wil ik ook nog even vermelden dat de DJI Fly app die je moet installeren op je smartphone om ermee te vliegen, zeer goed is gebouwd, zeer, zeer gebruiksvriendelijk. En ook het feit dat je enkele mooie features hebt om automatische beelden te schieten, quickshots genaamd in de app, maakt het toch wel interessant. Je kan bijvoorbeeld een object, meestal een persoon, selecteren en dan gaat de drone automatisch een bepaald figuur wat je kan kiezen, bijvoorbeeld een rechte lijn of een cirkel of een helix figuur, kan je dan laten vliegen de drone, waarbij de camera gefixeerd blijft op het door jou geselecteerde object. En zo zijn er nog een aantal van die leuke features in de app. En ik blijf het herhalen, allemaal zeer gebruiksvriendelijk. Zowel een beginner als een meer ervaren piloot gaat absoluut veel plezier leveren aan deze DJI Mavic Mini. Ook wetende dat de prijskwaliteit nogmaals zeer, zeer goed zit. Dan wil ik jullie tot slot hartelijk bedanken voor het kijken naar deze productvideo. Als je nog vragen hebt, opmerkingen, wat dan ook, laat het weten aan Aerobertics. En ook als je geïnteresseerd bent om deze drone te kopen, ga eens een kijkje nemen op de website. Alles staat er mooi nog eens kort en bondig uitgelegd. Overweeg voor jezelf of de standaardversie of de Fly More combo het beste bij je past. Houd er rekening mee dat je voor deze drone geen registratie moet doen, maar uiteraard wel alle veiligheidsvoorschriften binnen een club moet naleven. Dus dat maakt het zeker niet mogelijk dat je zomaar overal kan vliegen met deze drone. Hou zeker de veiligheid voorop. Dan wil ik jullie nogmaals bedanken voor het kijken naar deze video. Aarzel niet om ons te contacteren in geval van vragen. En tot bij de volgende video. Ciao!